Ja, daar is hij weer hoor, van Parijn TV. Waar is hij nu weer? Nou, dat kan ik jullie vertellen. We zijn in Amstelhoek. En Amstelhoek, en we zijn bij de winnaar van de eerste dag van het vlug wie doorging. En we noemen het Salau, maar het is anders toch? Salieu. Hals half zitten we. Oh, nou, kijk. Een boemetje van de Vondclub, zoals dit. Dankjewel Rob, geweldig. Dat is mooi, super. Ja, zeker een mooie bosjes op. Dankjewel. Ja, ik heb het uitbetaald van moeilijk bij hem. Hij zit nu op te tellen. Maar nou, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. De duifie. Gaan we niet vragen waar komt hij uit? Want dan zegt hij weer uit een eind, dat willen we niet hebben. Maar het is de belevenis. We zijn natuurlijk wel een beetje later. Het liefst filmen we op de dag dat je... Maar ja, we hebben het ook die overnacht en we hebben het aangegaan en weet ik veel. Ja, we hebben het heel druk met... Ja. Maar we zijn het niet vergeten, we zijn er. Juist, heel leuk. Wat is het voor een soort duifje? Ja, het is een jaarling doffertje en die heb ik gehad van Ron de Boer vorig jaar. Wacht even, gehad? Gehad, ja. Hoor je, Robby? Ja. Jij moet overal geld voor hebben. Ja. Zo doen we dat hier in Noord-Holland. Super, toch, ja. En Ron een paar jonkies van mij, ik een paar jonkies van Ron. En deze die deed het vorig jaar als jonge duif, best leuk. Dus ik denk, jij mag blijven. Jij gaat in de vliegploeg. En ook van een soort wat me bijzonder aanstaat. Zijn moeder is een ebbenduif via Scharlakens. En zijn vader is er een van Henk Scheffel. En dat is het soort wat Ron de Boer heb. En daar ben ik ook heel erg blij mee. Dus een duifje waar ik heel erg content mee ben. Ja. Maar zo'n jonge duif deed het ook al prima. Dus. Goed genoeg. Talentje, zeg maar. Ja. Maar ook een hele fijne duif in de hand. En een prettig beestje. Ja. En je hebt ook een fijn, lekker, prettig mancave, zeggen geloof ik. Dat is echt heel erg leuk. Ja, wij noemen het de duif ook. Ja, dat is toch echt jouw dingetje? Ja, zeg maar. Ja. Kijk, ja. Tour de France kunnen we zien. Ja, dat is echt gezellig. Echt hartstikke leuk, koelkast hier erbij. Ja, een biertje op zijn tijd. En kijk, dat is niet je eerste prestatie, hè, want we zien het wel allerlei teletextberichten. Ja. Vlug even weg. Nee, hij was hartstikke top, hè? Ja. Echt heel erg leuk. Heel erg content, ja. Heel erg blij mee. Nou. Maar maakt je seizoen weer helemaal... Die is al rond, hè? Je bent net begonnen, hè? Ja. Jij vindt de dag vond toch ook een van de leukste... Ja, disciplines, hè? Ja. Ik kan wel zeggen, mijn duiven doen het daar eigenlijk ook het beste op. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ja. We gaan je op Facebook zetten en op Filmnet, of hoe heet het ding, Vondclub natuurlijk, want daar is het voor. Hartstikke leuk. Dus nogmaals, van harte gefeliciteerd. Fijn weekend en we zeggen later!